Wat is het toch weer prachtig hier in Kingdom. Dames en heren, welkom terug bij een nieuwe Kingdom Antropia aflevering. We gaan vandaag weer iets nieuws laten zien natuurlijk. Ik heb, we hebben dus laatst een livestream gehad met David en er is weer van alles gebeurd. Dus ik kan weer genoeg vertellen zeg maar aan jullie. En we staan vandaag niet in Provisti. En dat is wat een paar van jullie wel zullen denken. Een aantal anderen van jullie hebben net al een huisje zien staan en dachten van, hey, dat is niet Nieuw Antropia. En die mensen hebben gelijk, want wij staan namelijk vandaag in Boor. En dat hadden de meesten van jullie al wel kunnen raden, omdat je natuurlijk de Dynamap, of wat zeg ik, de livestream van David hebben gekeken. En wij hebben daarin mensen naar Boor gestuurd in Roleplay maar 2. En we hebben er een paar in Xar achtergelaten. Voorheen was dat Keerpan. Dat is nu dus Xar geworden. Excuses, nog een beetje wennen aan de naam. Van Ties Games dus, is dat van hem. En eigenlijk is het gewoon, of voor Roleplay is het weer gewoon dat wij hier met z'n allen mogen gaan bouwen. Want dat is natuurlijk niet te doen met z'n tweeën. En ik wil vandaag een rondleiding doen door Boor. Want ik kan me er iets bij voorstellen dat jullie al een tijdje niet hebben gezien. Een rondleiding door Boor, zeg maar. Dat jullie dat al een tijdje niet hebben gezien. En aan de andere kant, het is kapot. Dus Boor is echt helemaal naar de tering, jongens. Sorry voor mijn taalgebruik, maar het is echt fucked up gewoon. En misschien vinden jullie het wel interessant om te kijken hoe kapot het is. Dus vandaar dat we even een beetje rond gaan lopen. Het is wel groot, dus ik zal maar een paar stukken laten zien. Anders blijf ik bezig namelijk. Nou, we staan nu dus in de haven van Boor. Wie de fuck zit daar nou weer? Ja, dus we zijn het nou met z'n allen aan het opbouwen hoor. Want Boor moest opgebouwd worden in een andere livestream van David. En ja, daar zijn we nou dus mee bezig. Maar we zijn al een dag bezig en er is echt nog niks gebeurd eigenlijk. Nou, er is wel iets gebeurd, maar het valt nog niet echt op en zo. Maar dit is dus de haven van Boor. Er staan een paar kraampjes op, maar dat is eigenlijk niet heel interessant verder. We gaan het dorp in. Het eerste dorp. Ik weet eigenlijk niet waar we zijn. Ik ken de weg wel, maar ik weet niet precies waar we zijn, zeg maar. Of hoe het heet hier. De echte Boor-fans weten al precies waar ik ben. We zullen even hier een beetje door de huisjes heen lopen. Zoals jullie zien is het hier helemaal kapot. Er is eigenlijk niks meer van over. Hier zit allemaal gaten in de grond. Halve huizen zijn weg. En zo ziet eigenlijk half dok of Boor eruit. Oh, die muur kapot. Niets meer van over. Lijkt wel iets doorheen gevlogen te zijn. Nou, alles is hier begroeid. Hier weer dikke gaten in de grond. Ik weet niet wie het heeft gedaan. Zoals je ziet wordt er ook ergens gevochten ofzo. Ik heb geen idee. Volgens mij is het nog steeds de witte vlagperiode. Maar I don't know. Nou, de invite van de livestream. Zoals je ziet, één van de invites. Nou, dan gaan we een stukje verder het dorp. En hier zit die bibliotheek. Zoals je ziet is die ook helemaal kapot. Daar is ook niks meer van over. Dit huis is weggevaagd. Dan gaan we even hier langs. We gaan naar de troonzaal. Dat is natuurlijk wel een van de bekendere plekken in het Kingdom Boor. Dat is hier, zeg maar. We hebben dit al een. Dit is zeg maar ons. Het was ons doel om dit als eerst te bouwen. Of op te bouwen. Want dat is natuurlijk wel een van de belangrijkere plaatsen, naar mijn mening. Dus zoals je ziet, hebben wij de troonzaal weer een beetje opgebouwd. Niet zoals die ooit was. Dat weten we. Dat hoef je niet in de reactie te zetten van. Oh, Wesco, jullie hebben het niet gebouwd zoals het ooit was. I don't give a fuck. Sorry hoor, maar het is zo hard om dit op te bouwen. Het is zo moeilijk. Ik kijk soms naar huisjes en ik denk, hier had een complete kerk kunnen staan. Maar dan had er ook gewoon een klein huisje kunnen staan. De troonzaal is dus nog kapot aan de bovenkant. Dat moet dus nog een keer gefixt worden. Dan gaan we even, ja, ik weet niet echt wat de belangrijke plekken ooit waren in Boor. Ik geloof dat dit ooit een belangrijke plek was. Zo ziet het er namelijk wel uit. Kijk, dit is dus helemaal kapot. Daar is ook niks meer van over. Allemaal begroeid hier. Ik weet niet of dit al hoorde hoor, dit begroeide gedeelte. Hier zat een opslag van Ronald en daar hebben we allemaal spullen gevonden die niet legit waren. Dus die hebben we allemaal moeten verbranden helaas. Allemaal OP armor en dat ja, hebben we dus weg moeten gooien. Hier zitten gaten waar we niet in willen vallen. Man. Hoe moeten wij dit ooit opbouwen jongens? Tiksa heeft ons hulp geboden namelijk, trouwens. En dat is een beetje raar, want ja, Tiksa sprak ons aan. Maar dat was dus Tillen. Hertog Tillen. En dat was een beetje raar. Alleen hij deed een beetje, zeg maar, vreemd. Hij moest opeens weer weg net. We waren aan het praten en opeens moest hij weer weg. Echt poef. En hij was weer weg. Dus ik weet niet wat er aan de hand is met die vent.
Maar verdwijnen, dat kan niet heel goed. Nou, we hebben geen honger. We gaan weer even weg. Hier zitten nog een paar kraampjes. Maar we hebben eigenlijk Boar een beetje gestript van al hun rijkdommen. Want een beetje off-roll play. Ik heb geen idee of Boar weer gaat spelen. Maar we hebben alle rijkdommen eruit gehaald. Ergens op één plek neergelegd. Ik ga niet zeggen waar. Voor eventuele looters van Yennava bijvoorbeeld. Dat moeten we niet hebben. Maar ik ga dus niet zeggen waar dat zit. Zit ergens diep onder de grond, kan ik je vertellen. Oh, dan gaan we weer omhoog. Dan gaan we even hierheen, denk ik. Nou, eigenlijk is daar niet veel interessant te zien. Ja, die tempel, maar die is heel eigenlijk. Merendeels. Ik wil eigenlijk even naar het kasteel wat daar boven op die berg staat. Dat zag er nog wel leuk uit, namelijk vanaf een afstandje. Dus dan gaan we daar even kijken. Het is nog steeds lekker druk. Het is bijna, het is 10 over 11 in de avond. En ja, zoals je ziet is het nog redelijk druk op Kingdom. Ik ben echt blij dat het weer gehyped is en dat het ook echt lekker hard doorgaat. Iedereen is gewoon lekker actief bezig en er wordt leuk geroleplayed en zoals je net al zag een beetje gevochten. En dat is weer echt het Kingdom gevoel, jongens. Ik ben echt hyped. En ik heb er heel veel zin in. We hebben deze brug ook al opgebouwd zoals je ziet. Die was kapot, maar omdat dit zeg maar een van de weinige toegankelijke wegen was zeg maar naar de andere kant van Boar, hebben we deze ook als eerst opgebouwd. Dat zit ook meteen naar dat kasteel toe daarboven, maar daar wil ik eigenlijk niet heen. Want er is binnen niet veel te zien. Het is meer vanaf de buitenkant, zeg maar. Kun je het wel zien. We komen hier in een ander gedeelte van Boar namelijk. Een gedeelte met rode daken. Dus dan heb je zeg maar een beetje dat dorpje. En dat heb je hier ook. En dan op grotere schaal. Net iets groter, zeg maar. Met rode daken. Een paar dojo's lijken het wel, weet je wel. Een beetje van die wasabi dojo's. Kijk, dat heb je. Ja, dit is dit gedeelte nog niet. Dit is nog een beetje van die kant, denk ik. Hier hebben ze een haven met een grote boot. Die helaas leeg is, daar zat niks meer in. Even kijken, hier is onze mine rail. Die gaat helemaal naar boven. En dan komt hij uit ergens midden in Boar. Dit is, weet ik niet wat het is, maar dit is dus dat dojo gedeelte van Boar. Ik weet niet van wie dit ooit was. Het ziet er wel leuk en gezellig uit. Ja, zeg maar zonder de gaten dan. Die moeten we ooit nog een keer opvullen, maar we doen het even per plek, zeg maar, per dorpje. Nou, dit was ooit een opslag. We hebben gestript van alle rijkdommen, zeg maar. Ja, er zitten nog wel wat spullen in, hoor. Maar het meeste is er nu al uitgehaald qua belangrijke deel. Kijk, dit willen we dan nog wel hebben. In principe, en dit ook. Kijk, kunnen we allemaal nog wel gebruiken, maar dat ligt hier nou nog goed. We hebben hier bijvoorbeeld de stacks beacons gevonden, maar dat hebben we allemaal verbrand. Het is nog allemaal van de game mode tijd, dat we allemaal een beetje aan het vervelen waren. Maar die spullen die zijn eruit gehaald, dus dat is allemaal uit de game nou. En daar hoeven we dus niks meer mee te doen. Nou, daar zie je dat kasteel nog een beetje op de achtergrond, in de verte. Beetje mistig, maar het ziet er wel leuk uit. Dan gaan we hier naar beneden. En dan hebben we nog een soort van gezonken boot, lijkt het wel. Ik denk wel dat dit een gezonken boot is. Nou, nog meer kapotte dojo's. Nou, dit moeten wij dus opbouwen. Dat is lastig, kan ik je vertellen. We hebben net huisjes geprobeerd te maken. Van die kleine, simpele huisjes waar we net langs liepen. En ook daar hebben wij moeite mee. Nou, dit is... ik hoop de bedoeling. Anders wordt dit ook nog veel hakken hier. Oh, hier staan nog gewoon chesten. Dat heb ik eigenlijk nog niet gezien. We gaan nog even kijken of daar iets... Oh, en hier. Kijk, dat kunnen we altijd wel gebruiken eigenlijk, dit. Hout. Nether bricks. Kijk, hier gaan we even iets maken waardoor we dit niet vergeten. Even een kruis neerzetten. En dat kruis betekent dan dat hier iets zit wat we nog nodig hebben. Dat doen we dus. We doen dus zeg maar alle blokken die we vinden doen we verzamelen op één plek. En dan vanuit daar kunnen we steeds spullen halen om op te gaan bouwen. Niet dat overal door de hele Boar heen zeg maar random blokken liggen. Want dan is het zeg maar steeds op en neer rennen. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dan gaan wij even naar een kampje hierachter. Of is dit alweer de legerbasis? Nee. Ik weet niet wat dit is. Nee. Grapje. Ik wil ergens anders heen. Dit is niet interessant. Ik meen het. Dit is niet interessant hoor. Dit is helemaal kapot. Daar is niks meer van over. Ik weet niet wat het ooit was. Als jij nou iets ziet in deze video en ik zeg ervan, ah, ik weet niet wat het was. Laat het achter in de reacties, want ik ben echt benieuwd naar wat het was. Want dat helpt ons ook met het opbouwen, zeg maar. Dat het bijvoorbeeld... Stel, het is dadelijk een kathedraal bijvoorbeeld. Of een kerk. En wij zetten er een of ander huis neer, omdat we dachten dat er ooit een huis stond. Laat het even achter als ik dat zeg. Want dan kunnen wij het natuurlijk weer normaal opbouwen. Het lekt hier een beetje. Wow. Zag je dat? Oh. Nou, dat was niet. Dat was ik niet in ieder geval. Oké, we gaan hier dus even verder. La 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 la. Komen we bij de legerbasis uit. Dat konden we nog wel uithalen, zeg maar.
ook gestript van hun wapens, zeg maar. Er zit verder ook niet veel interessants meer in. Maar dat is niet waar ik heen wil. Ik wil namelijk naar een berg toe. En die is hol van binnen. En daar hebben wij gisteren een tempel in gevonden. En die tempel is reusachtig. En daar wil ik de video dan ook weer afsluiten. En Boar is verder niet heel speciaal meer qua wat er nog staat. Mocht ik nou iets vergeten zijn wat ver buiten Boar ligt, maar wel ooit van Boar was, laat het achter. Als er ergens... Ik heb Boar nooit gevolgd. Mocht er nou ergens een geheime ingang zitten of een geheime opslag, laat het alsjeblieft achter in de reacties. Want wij kunnen de spullen enorm gebruiken. En het zal ons in ieder geval enorm helpen om Boar weer op te bouwen en de Boreaanse glorie weer terug te brengen. Dus laat het achter. Mocht een speler nou ergens in het bosje nou ergens een huisje hebben of een gare tunnel, laat het alsjeblieft achter. Dan help je ons enorm, kan ik je vertellen. Dit is waar ik heen wil. Dit is echt reusachtig hoor. Kijk eens aan. Dit is ooit een tempel geweest, ergens van. Ik heb geen idee waar. Het zat ooit vol met goldblocks ook. Hebben we eruit gehaald. Omdat het natuurlijk kapot was en we kunnen het beter veilig neerleggen. Kijk, er zitten nog wel wat goldblocks in, maar dat was niet de moeite waard om het allemaal te halen. Kijk, ironblocks. Het zit er merendeels nog wel in hoor, maar ik heb geen idee wat dit ooit geweest moet zijn. Het lijkt me een tempel. Dit lijkt me iets speciaals, maar ja, hier zijn we dus ook al geweest zoals je ziet. Ik weet wel, ik heb ooit een video van Boar gekeken en ik weet, voordat mensen dat spontaan en massaal achter gaan laten in de reacties, dat hier in dit standbeeld een tunnel naar beneden zit. Daar ben ik van op de hoogte, jongens. Volgens mij hier zo. Juist. Ik weet niet of ik naar beneden durf te vallen. Laten we het niet doen. Gewoon voor de zekerheid. Nou, ik weet dat daar dus ooit een quest heeft gezeten. Zijn we geweest, hebben we even bekeken van wat kunnen we laten zitten, wat kunnen we meenemen. Want je moet begrijpen, ik ben een Antropiaan. En Antropianen staan bekend in Kingdom als de goudhaantjes. Als ik goud zie zitten, dan gaat mijn Antropiaanse hart kloppen en dan moet ik het meenemen, snap je? Dus goud in grotere aantallen neem ik mee. Vandaar dat deze berg, dat er de meeste gold er zijn uitgehaald, zeg maar. Het is namelijk ook best wel een duur grapje wat we hier doen. Even lekker boor opbouwen. Ja, dat duurt even. En dat mag ook wel wat kosten natuurlijk. Leuk dat Ronald een bondgenoot is, maar naar mijn mening bouwen wij zijn kingdom op, terwijl hij dat zelf ook kan doen met zijn manschappen. Maar, dames en heren, ik wil hier de video afsluiten. Voordat we weer ergens anders zijn, zijn we weer 10 minuten verder namelijk. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Hebben jullie nou nog een boor outpost, een boor opslag, etcetera? Laat het achter in de reacties. Je helpt ons enorm, kan ik je vertellen. Jullie kunnen Antropia weer groot maken. Make Antropia great again, zeg maar. En ja, dan wil ik jullie nogmaals bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op Wesker Games? Abonneer je dan even, want ik upload nog veel meer dingen. Veel meer Antropia en veel meer leuke video's. En dan check ik jullie heel graag later weer. Ciao!